Hartelijk welkom bij een nieuwe Studio Gasthuis en niet vanuit, zoals je bent gewend, het gasthuis, maar vanaf de Hilto. Dus welkom in Studio Hilto. Marjolein, het heet Horst Future. En waarom houd je je daarmee bezig? Ja, wij vinden het ontzettend belangrijk dat we op een hele lange termijn gaan kijken naar de toekomst van onze mooie dorpen. Zodat we de crisis die er op dit moment zijn, klimaat, stikstof, woningnood, dat we er eigenlijk met een lange termijn blik naar kunnen kijken. Want er is te veel die korte termijn bril van dingen nu oplossen, misschien 10 jaar vooruitkijken. Maar niemand denkt over het jaar 2100, hè? Dat is na mij de zondvloed. Terwijl UNESCO heeft aangegeven dat futures literacy, toekomstgeletterdheid, een hele belangrijke vaardigheid is. En wij denken dat mensen daar meer mee bezig zouden moeten zijn. Maar dat gebeurt landelijk en Europees toch eigenlijk ook al dat mensen meer naar de toekomst kijken? Ja, je zou denken van wel, maar als je dan echt kijkt naar hoe ver dat is, dan gaat dat misschien over 30, 40 jaar. En zeker dingen als de klimaatcrisis die er is, dat kun je niet met 30, 40 jaar oplossen. We weten het eigenlijk ook al heel lang, maar omdat we dingen hebben laten liggen, verwoord het tot een crisis. En we denken dat toekomstgeletterdheid gaat over denken op die lange termijn, maar ook de verbanden zien tussen zoiets als een woningnood en klimaat en andere problemen die er zijn in de samenleving. En maakt het voor jou dan veel verschil uit of een lange termijn 40 jaar is, daarvan zeg je dat is te kort. Maar 75 jaar, 74 jaar, dan zeg je dat is een goede termijn? Ja, kijk, dat is een 2100 is een mooi rond jaartal. Maar het zou goed zijn om echt over meerdere generaties na te denken. En er is een idee dat heet het zevende generatieprincipe. Dat komt van een inheemse stam in Noord-Amerika. En die zeggen van alles wat wij doen, dan moeten we nadenken over de impact 7 generaties in de toekomst. Nou ja, hoeveel jaar is dat? Dat gaat over honderden jaren. Ik denk dat het jaar 2100 een stap in de goede richting is. Maar ons bij dingen afvragen van hoe is dat van invloed op de volgende generaties, is wel belangrijk. En hoe ga je dat doen? We gaan dat doen door eigenlijk op twee sporen gaan wij. We gaan op scholen aan de slag. Dus we zijn aangehaakt bij Juverta, bij de Wijsterbeek, bij het Dendron College. En we zoeken aansluiting bij ook de andere scholen hier in onze gemeente. Om te kijken hoe kunnen we dat in het lesmateriaal verankeren. Want die generatie die gaat nog heel lang mee. En dat is belangrijk dat zij dat meekrijgen. En daarnaast gaan wij pop-up labs organiseren begin volgend jaar op verschillende thema's. Goed leven, energie, voedselvoorziening, landbouw. En samen met bewoners toekomstverhalen maken. En bewoners moet je dan heel breed zien van ondernemer tot scholier, tot beeldend kunstenaar, tot gewoon inwoner. En iedereen heeft een belangrijke visie. En we gaan mensen samenbrengen om toekomstverhalen te maken die we dan ook in de praktijk willen brengen. Nou, dus stel je vraagt 100 mensen. Iedereen, er zullen 100 verschillende visies zijn. Ja. Hoe ga je daar dan mee om? Ja, wat we sowieso gaan doen is mensen in groepen samenbrengen. Omdat we denken van als je mensen samenbrengt met misschien een hele tegengestelde mening. Maar wel met elkaar in gesprek gaat. Dat je dan tot hele mooie nieuwe ideeën komt. En we willen dan kijken of er uit die groepen interessante ideeën komen. Die we in de praktijk kunnen brengen met ondernemers en kunstenaars. Bijvoorbeeld iemand heeft een fantastisch idee om de landbouw te verduurzamen. Of voor een nieuwe Wijsterbeek school. Groep 5-6 is al aan de slag geweest met Horst in 2100. Die hebben dus ideeën voor school van de toekomst, kan daar niet iets van ook geïmplementeerd worden? Mm-hmm. Maar is het niet met alle ideeën zo, want je zegt, dan gaan we het in de praktijk brengen, dan ben je toch weer op korte termijn bezig. Ja, dat is ook een stukje, je hebt projecten die bijvoorbeeld heel duidelijk de toekomst aan het heden willen koppelen, dat willen wij ook doen. Dat we aan de ene kant gaan we nadenken van, oké, hoe ziet die toekomst eruit? Is dat een positief beeld? Willen we daar naartoe werken? Maar als jij dingen uit die toekomst in de praktijk brengt, dan wordt het voor mensen concreet. Want je merkt nu al, ik praat over de toekomst. Het blijft soms een beetje vaag. Maar als je iets kan laten zien, iets wat je naar het hier en nu brengt, wat je nu al kan laten werken en wat nu al een positieve impuls geeft, dat zet mensen dan wel aan om te zien dat nadenken op de lange termijn wel heel nuttig is. Mm-hmm. Ja, want jij hebt het over 2100.
En als je die ideeën eerder gaat uitvoeren, dan is het eigenlijk zoals ieder proces loopt. Ieder proces begint met kleine stapjes. Ja, ja. Ja, en het belangrijkste is, hè, er zijn natuurlijk ontzettend veel beleidsprocessen. Hè. Je hebt visie, je hebt een strategie en dan ga je maatregelen bedenken voor, hè, de korte termijn. Maar er zit niets in dat proces wat rekening houdt met, ja, 7 generaties in de toekomst, laat staan 2 of 3 generaties in de toekomst. Dus uiteindelijk zul je ook een beweging willen creëren dat mensen zien dat dit belangrijk is en dat je dat ook in beleidsprocessen bij bedrijven inbouwt. Dat je dus nadenkt over die toekomst en dat weer knoopt aan je 10-jarenplan, je 5-jarenplan, je plan voor 2024. Dat het allemaal met elkaar verweven is. Mm-hmm. Dan hoor ik toch de korte termijn eigenlijk. Ja, het is beide. Hè? Je kunt niet alleen maar in de toekomst leven, hè? Want mm-hmm. dan blijft het... de toekomst weten we niet. Die is onzeker en die verandert steeds. Hè? Ik kan met 100% zekerheid zeggen dat geen één toekomstplan wat wij bedenken precies zo gaat worden. Maar je krijgt wel ideeën om dingen anders te doen. En je leert dus te zorgen dat je het heden en de korte termijn koppelt aan die hele lange termijn. En je daar continu van bewust bent als een soort van... En is het dan zo dat je met al die ideeën verzamelen en die verhalen verzamelen, dat je eigenlijk meer uit bent op bewustwording bij mensen dan dat je daadwerkelijk over die ideeën gaat praten? Het is beide. Aan de ene kant willen we dus dat bewustwording en dat futures literacy, hè, dat eigenlijk gaat landen hier in het dorp. Mm-hmm. Aan de andere kant, ik werk heel veel met overheden en gemeentes en heel vaak heeft de stad de lead bij het uitdenken van de toekomst. Hè. We kennen al die futuristische plaatjes wel. Maar hoe zit het met de dorpen? Hè, met op afstand werken, met mensen die weer op zoek zijn naar zingeving en verbinding. Denk ik dat dorpen wel eens eigenlijk veel duidelijker en helderder beeld zouden kunnen hebben op hoe de toekomst eruit gaat zien. En door dat dorp hier centraal te stellen, komen wij denk ik tot hele interessante ideeën. Het is ook nog nooit gedaan in Nederland dat echt een dorpgemeenschap een toekomstverhaal gaat bedenken. Oké. Ik heb wat onderzocht, hè, want je schrijft op je website en zo. Het is het jaar 2100. Je staat midden in het centrum van een van de 16 dorpen van gemeente Horst aan de Maas. Wat zie je om je heen? Hoe ruikt, proeft en voelt het? Ja. Nou, vertel. Ja, nou, ik heb daar ook niet meteen een antwoord op. Maar dat is dus precies wat we in de sessies gaan doen. Dat je niet alleen maar gaat praten over, hè, hoe erg is het wel niet dan met de klimaatverandering. Maar dat je ook echt nadenkt van, ja, maar hoe willen we dan leven? En hoe, hè, wat zien we dan om ons heen? En ik geloof zelf dat de focus ligt nu heel erg op de technologie. Maar ik denk dat het heel interessant is om de andere zintuigen aan te spreken. Hè? Op wat voor manier wil jij samenleven met de mensen in het dorp? En ik denk zeker hier, waar mensen wonen al generaties hier. Er is een rijke geworteldheid hier in de plek. En ik weet ook zeker dat het in de toekomst ook gaat zijn. Iedereen komt weer terug van mijn generatie, weer terug naar het dorp vanuit Amsterdam of weet ik waar. En je benoemde net al de pop-up labs. Wat moeten we ons daar concreet bij voorstellen? Want ik snap dat er mensen in groepjes met elkaar gaan praten. Maar hoe organiseer je dat? En hoe ziet dat eruit? Ja, we zijn aan het kijken naar creatieve locaties om die pop-up shops te organiseren. Waar we mee willen beginnen is een soort van dat mensen een beetje aangezet worden om over de toekomst te denken met korte pitches van mensen die innovatieve ideeën hebben binnen de gemeente of al iets aan het doen zijn of een unieke visie op de toekomst. En daarna gaan we met een methode, dat heet Futures Ecologies. Dat is eigenlijk een methode om de toekomst te verkennen. Dus om na te denken over ontwikkelingen in de toekomst, maar dan specifiek voor hier. Wat voor impact heeft dat? En vervolgens gaan we een verhaal maken. Dus niet alleen een scenario met data, cijfers, maar eigenlijk echt een verhaal van, stel je nou eens voor dat je een persoon bent die in die toekomst zit. En inderdaad, wat zie, ruik en proef je. En op die manier gaan mensen dan op een visuele manier of een tastbare manier dat uitwerken in... De kinderen van de Wijsterbeek hebben maquettes gemaakt. Maar we zijn ook bezig om te kijken of we bijvoorbeeld een liedje van de toekomst dan kunnen maken. We zijn bezig met AI, image generation, om toekomstvisies van Horst te maken. Dus er zullen verschillende groepen met een verschillende manier uiting geven aan dat verhaal om dat vervolgens te delen. En dat wordt uiteindelijk ook weer gebruikt om na te denken over, oké, wat kunnen we dan nu daarmee? Of is dit haalbaar? Of wat voor dingen moeten we in het jaar 2080 dan op zijn plek hebben om te zorgen dat in 2100 dit fantastische concept echt van de grond komt? Ja. En wat moeten we daar over 10 jaar aan doen? Ja. Dus wel, het gaat altijd om dat, hè, korte termijn denken is niet slecht, maar de focus alleen op korte termijn, ja, daar moeten we vanaf. Mm-hmm. Nou, in 2025 dan houden jullie een festival.
in het centrum van Horst. Hoe gaat dat eruit zien? Want dan wil je daadwerkelijk mensen laten ruiken, proeven en voelen van hoe het er over zoveel jaar uitziet. Want heel veel mensen zullen die tijd ook niet meer gaan meemaken. Nee, zeker. En we spreken hier ook heel veel mensen die zeggen, oh ja, dat is na mijn tijd. Terwijl ik denk, ja, dat is wel zo, maar jouw kinderen, en hè, die zijn er nog wel. En om dan toch een stukje tastbaar ook te maken, we willen sowieso alle ideeën die verzameld zijn in de workshops gaan we delen. We zijn aan het kijken met ook met Centrum Horst, of we bijvoorbeeld de etalages van de winkels in de winkelstraat en lege panden kunnen gebruiken om exposities te maken. Maar we willen ook dat het een echt familiefestival is. Dus muziek uit de toekomst. We hebben ook contact gezocht met muziekkantine en andere partners zijn we in gesprek. Er is gesproken om een soort van de artiesten van de toekomst. Carnavalsliedjes van het jaar 2100, waar gaat dat dan over? Maar ook eten uit de toekomst. Er zijn veel mensen bezig met een andere manier van kijken naar voeding. Kun je daar over nadenken hoe dat er dan uitziet? Kun je mensen echt daarvan laten proeven? Dus echt alle zintuigen aanspreken en dan mensen inspireren om dat lange termijn in acht te nemen. Nou, er zijn een aantal partners waar je mee samenwerkt. En wie en hoe kun je partner worden? Ja, nou, op de website www.horstfutures.nl daar staat op de pagina staan al onze huidige partners en community waar we mee samenwerken. En we zijn op zoek, omdat we het ook willen laten landen in de samenleving hier, naar andere partners. Mensen kunnen naar onze mailtje sturen naar horstfutures@gmail.com als zij interesse hebben. En we gaan ook zelf actief het gesprek aan. Dus ik denk dat veel ondernemers ons binnenkort wel een keertje langs zien komen voor een gesprek. En de individuele burger kan ook meedoen? De individuele burger kan meedoen in dus een van die pop-up workshops. Je kan je inschrijven op de nieuwsbrief, ook op horstfutures.nl. En dan blijf je op de hoogte van wat we gaan doen. En wie interesse heeft om op de een of andere manier mee te doen, is ook van harte welkom om zich te melden. Jij zelf je de future hoor. Ja, ik heb hier veel natuurlijk over nagedacht. Ik ben soms best pessimistisch over de toekomst. Alleen sinds ik heb twee jonge kinderen. En dan kun je het je niet meer veroorloven om te denken dat het helemaal naar de get voor gaat. Je moet wel hoopvol blijven. En ik wil ook dus mijn best doen om te zorgen dat we positieve toekomstscenario's uitwerken. En daar aanwerken voor mijn kinderen en de andere kinderen en de generaties die na ons komen. Maar je kunt me niet zeggen van, nou, als ik mijn ogen dicht doe, dan zie ik dat zo voor mij. Ja, ik denk wel dat we meer aandacht gaan hebben voor het belang van gemeenschap. Dus niet zozeer de technologie, maar gewoon fysiek contact, elkaar helpen en het samen doen. Ook al zijn we het niet allemaal met elkaar eens. Ik denk dat dat wel een drijvende factor gaat worden de komende decennia. Dat is mooi om mee af te sluiten. Ja. Ik wil je hartelijk bedanken en ik wens je heel veel succes. Ja, dankjewel. Dankjewel voor het kijken naar Studio Gasthuis vanaf de Hilto. En ik zie u graag weer de volgende keer vanuit het Gasthuis.